Daar zijn we weer. Ja. Welkom terug. Ja, welkom. Ja, ik durf het niet te vragen, maar de vakantie was ruk, denk ik. Nou, dat was een zeer ongelukkige wending in mijn privéleven, dat klopt. En dat... ook politiek. Nou ja, je ziet dat het zwaar is buiten. Ik heb net een hele dag op straat gelopen. En dan word je aangesproken door mensen die hebben zorgen. Maar hoeveel zorgen heb jij over je eigen partij? Nou, daar heb ik niet zoveel zorgen over. Maar kom op. Nee, ik heb de zorgen van de mensen hier op straat. Wie loopt er nou te lekken? Want er wordt zelfs gelekt naar de Telegraaf. Kom op. Ja, die schijnen nogal goed daarin te zijn om dat soort dingen op te vangen. Ik weet het niet. Er is wel in ieder geval één iemand die aan het lekken is. Nou ja, er zijn twee mensen weggegaan. En dat is wel vervelend. Oh, dat waren de lekken ook gelijk. Maar dat is wat ik vervelend vind. En dat heb ik ook niet onder stoelen of banken geschoven. Zoveel mensen gaan er helemaal niet weg. Dat is onzin. Het overgrote deel zit hier voor zijn idealen. Die gaat ervoor vechten. Dat duurt heel erg lang. Ik ben nu 7 jaar Kamerlid. Dat merk je. Maar als het goed gaat, dan denk je, nou, daarom zit ik hier. Dus het valt allemaal best wel mee. Het valt allemaal mee. Zeker. Ook dit wordt opgenomen, dus ik kan je erop terugpakken. Zeker, je mag me er altijd op terugpakken. Maar mevrouw Hilkens, die laat ook hier en daar dingen vallen. Zegt nou, je bent wel heel dik, dat is een moeilijk woord. Die ga ik een ander voor. Ja, dat moet je echt anders doen. Ja. Mevrouw Hilkens, die zegt ook dat je vrij stalinistisch bezig bent. Ja, partij... ander woord verzonnen, maar daarmee is het niet beter geworden. Nee, hij rolde er wel beter uit. Maar kun jij mij beloven dat er volgende week niemand meer vertrokken is? Nee. Ik heb met z'n allen gezeten. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat er iemand vertrekt. We hebben hier heerlijke dagen gehad. Lekker gezeild, lekker gegeten. Dus ik ben weer helemaal enthousiast en vol energie voor het nieuwe jaar. Ik blijf. Je zit hier om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Jij belooft mij bij deze. Volgende week zijn al die neuzen nog steeds bij elkaar. Oh ja, dat zeker. Ja. Moet er niet iets bij van alles zullen we eerlijk delen? Nee, dit moet je... Heel leven nog voor ze. Dat soort kreten, daar vallen we ze later mee af.